Iedereen heeft het over de toekomst. Kinderen van mijn leeftijd wordt altijd gevraagd wat we willen worden als we groot zijn. Wat ik weet is dat ik impact wil maken. Omdat ik veel dingen zie die kunnen bijdragen aan het boeren in de toekomst. Mijn bijdrage is hier ontstaan, op dit land. Dit bedrijf maakt al sinds mijn geboorte deel uit van mijn leven. Ik heb het zien veranderen en groeien, net zoals ik ben veranderd en gegroeid. De frisse lucht, mijn liefde voor alle dieren en de producten die we samen maken. Dat herinnert me er dagelijks aan dat het boeren in mijn bloed zit. Zodra ik het bedrijf overneem, wil ik voortbouwen op de kennis van mijn ouders. Net als alle melkveehouders voor en na hen, gingen zij de uitdaging aan en wisten zich aan te passen aan de steeds veranderende situatie. Zij hadden de moed om een toekomstbestendig bedrijf te maken. Nu zie ik de kans voor me liggen om talloze mogelijkheden te creëren en het bedrijf van de toekomst op te bouwen. En als ik volwassen ben, zou ik samenwerken met een team van experts die buiten het kader denken en dezelfde passie voor boeren delen als ik. We zouden oplossingen zoeken voor de toename van de wereldbevolking. Met alle monden die we zullen moeten voeren, zullen wij, boeren, dag en nacht moeten werken om op de voorgrond te treden en antwoorden te bieden. Dus wat zijn de juiste stappen voor een slimme toekomst? Wat voor antwoorden zullen dat zijn? We zouden nieuwe en effectieve manieren vinden om onze voetafdruk te verminderen, door circulair boeren te bevorderen en goed voor onze planeet te zorgen. We zouden meer leren en nieuwe mogelijkheden verkennen om de bestaande hulpbronnen te recyclen. Maar wat als we meer kunnen doen? Wat als data niet alleen ernstige gezondheidsproblemen van onze koeien voorspellen, maar ook voorkomen en ervoor zorgen dat we de juiste actie ondernemen? Dan zouden we onze verzorging optimaliseren, omdat een gelukkige en gezonde koe die vrij kan rondlopen, ons in ruil daarvoor de beste melk verschaft. Onze klanten zouden ons moeten kennen vanwege de zuiverheid van onze producten en ons niet op ons woord moeten geloven. We zouden ze de kans moeten geven om zelf de herkomst van hun glas melk te onderzoeken. Ze zullen zien dat alle stappen in ons proces worden uitgevoerd met toewijding, zorg en vastberadenheid om een product te creëren dat het resultaat is van een optimale gezondheid van onze koeien. Want voor ons komen zij op de eerste plaats. Met al deze oplossingen zou ik een bedrijf met minder kosten en minder inspanning kunnen leiden. Zo kan ik zorgelozer leven en heb ik de tijd om te genieten en kan ik alle andere dingen die het leven te bieden heeft verkennen. Maar je zult mij waarschijnlijk in de stal of buiten op het veld tussen de koeien vinden. Want ik zal een boer zijn die de wereld met liefde en trots voedt. Zo is het leven van een boer. En nu zal het ook mijn leven zijn. Laat de toekomst maar komen. Ik ben er klaar voor.